Vandaag organiseert Scania voor de 10e keer een Scania Super Roadshow. Een evenement ter promotie van onze nieuwe 13 liter aandrijflijn. We hebben klanten en niet-klanten uitgenodigd om kennis te maken met dit nieuwe toonaangevende product. Een product waarbij wij bij Scania garanderen dat er 8% meer brandstof kan bespaard worden dan de vorige generatie Scania. Vandaag heb ik met de R64 gereden en ik vind dat wel een zeer goede wagen. Ik vind hem niet slecht, maar hij zit op lage toeren en dat is een groot verschil. Qua verbruik voornamelijk. Ik moet eerlijk zeggen, ik ben wel onder de indruk. Qua koppel, het is wel een groot verschil tegenover de vorige series. Hij blijft continu aan zijn juiste koppel en ik moet eigenlijk zeggen, ik ben echt onder de indruk ervan. Ja. De grote verschillen zijn het koppel en de lage toeren en het verbruik. Dat op dat klein stukje al ziet dat al veel minder is als bij de vorige serie. Sowieso. Gelijk is als geremd of zo. Je moet niet meer zelf de handrem ook niet meer zelf opzetten of afzetten. Dat gaat ook allemaal automatisch. Dat is wel gemakkelijk. Ja, qua motorisatie is ook iets zwaarder, maar dan rijdt wel plezant. Ik heb met de S65 gereden en ik was aangenaam verrast. De automaat, dat is waanzinnig verbeterd. En het koppel, die had ongelooflijk veel koppel. En ja, vanuit een zescilinder dan, dat was echt wel aangenaam verrast van de kracht dat hem bij had. Het koppel en het souplesse van de motor is enorm verbeterd. Het geluid is miniem geworden. Trekkracht is ongelooflijk. Het verbruik zou ook, is ook 1 tot 2 liter minder, maar mijn bevindingen hier zijn 2 liter toch. Ten opzichte van mijn 450 is deze wel een 500. Dus de snelheid gaat hoger zijn, het verbruik gaat minder zijn. Het is gewoon een prachtige machine geworden. Ik kan het niet anders zeggen. Het is ongelooflijk, die motor.